Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Eurotruck Simulator 2. Volgens mij is het aflevering 11 en in aflevering 11 gaan wij met onze bruine Volvo van Mannheim naar Luxemburg rijden. Met een stel druk tanks. Die hebben volgens mij vorige keer ook gereden. I feel paralyzed. Maar niet uit, wij krijgen er wel weer geld voor. Ik moet heel even kijken waar de uitzending dit soort drijfzichten zijn. Omhoek. Oké. We hebben een Volvo. Dus super. Wij staan voor een rit van 4 uur, 7 minuten. Oftewel ook voor 255 kilometer. Ah, kut, gaat deze uitgang. Gaat dit gewoon echt zeikhard. Aangezien je hier gewoon heel makkelijk vast komt te zitten. In een bocht. Is er geblokkeerd langs daar? Ja, blijkbaar verkeerd. Nee, kijk, we zitten nu al vast. Of zo. Ja, echt waar, we zitten gewoon vast. Maar waar? Oké, we gaan heel goed het bootje nu te draaien nemen. Oh shit. Ja, we hebben het gehaald. We hebben de bocht gehaald, dat is al één. We zijn nu officieel op weg. We hebben de bocht binnen. Het is niet makkelijk hoor, om zo'n bochtje te pakken. We zitten dus in Duitsland. We hebben dus alles van Duitsland. Ik kan vrachtwagen van Duitsland. Logisch, dus dat van Duitsland. Binnenkort hebben we waarschijnlijk, als we bijvoorbeeld een Belgische truck hebben en we moeten in Duitsland starten. Dan hebben we dubbele, dan hebben we twee nummer, verschillende nummer. Platen. Dan hebben we een Belgische vrachtwagen en een Duitse trailer bijvoorbeeld, zoiets, of andersom. Nederlands, of ja, een Belgische truck met Nederlandse trekker. Zeg maar iets, het is allemaal verschillend. En we hebben dus 50.000 euro binnen. Dat is goed, dat is een goed begin, 50.000 euro. En we zijn dus nu maar goed aan het rijden die we normaal gezien nog niet hebben gedaan. Hier hebben we wel gereden, zie ik, dat geel. Dus hier rechts hebben we wel gereden wat die blauwe auto nu naar het gaat. Want dat is geel. Dus alles wat geel is, hebben we al ooit gedaan. Hier is de GPS. Ik weet dus niet of we hier al gereden hebben. Maar normaal gezien wel, aangezien wij hier al geweest zijn, hebben we op dit stukje wel gereden. Ik weet het niet. En dit is dus ook de eerste, dit is dus ook de laatste video voor de krokusvakantie van Eurotruck. Volgende week zijn we er gewoon weer met Eurotruck. Geen probleem. Krokusvakantie blijven we gewoon video's uploaden. Het is wel zo dat ik op tijd moet opnemen, want aangezien voor de krokusvakantie is het dat even denken, ik zie daar een trein rijden zelfs, heel leuk. Het is voor de krokusvakantie zo dat zaterdagavond ik normaal gezien naar mijn oma ga, omdat er zondag zonder nachts carnavalsoptocht langskomt en dan blijf ik daar meestal al de nacht ervoor blijf ik daar. En dan hebben die zondag dus optocht en dan heb ik geen wifi. En maandag voor Disneycraft, dus dat brengt eigenlijk Survival in gevaar, die moet ik op voorhand uploaden en opnemen. En hetzelfde gaat voor Rollercoaster, want die moet ik ook op tijd dan uploaden die dag. Maar op zaterdag. En dan moet ik even denken aan, wat heb ik nog? Maandag, Londen Disneycraft, aangezien ik maandag weer een optocht doe. Mee, nee, niet mee doen, ga kijken. En maandag is dus Disneycraft en terwijl ik die optocht kijk, kan ik moeilijk een video uploaden. Ik kan niet mijn laptop zo meenemen naar die optocht. Ik kijk, twee optochten kijk ik. En twee optochten doe ik zelf mee. Maar van, ik heb nog niks binnengekregen van pak of zo. Dat ga ik dadelijk eens even bespreken met mijn neefje via Facebook chat. Als je daar iets meer van weet, hoop ik. Hier zijn we wel nog niet geweest. Ik zie hier wel een kruispunt. Dus eigenlijk zijn we wel hier geweest. We zijn met touw al langs geweest. We zijn hier al langs gekomen met onze, met een levering ooit. Ik weet niet welke. Ik doe even mijn lampen aan. Nu wel. Ja, een paar parkeerlampen zijn dat, maar ja, het is 6 uur van de ochtend, dus eigenlijk kan ik je beter uit doen en even op de weg letten. We zijn dus op weg voor die laatste rit van de vorige krokusvakantie van dit, van het seizoen niet. Want pas bij aflevering 52 zijn we een jaar bezig. Als er normaal gezien geen tussenstoppen zijn, maar normaal gezien ga ik geen tussenstop hebben, ook al ga ik in de zomervakantie op vakantie naar de zee. Ik neem de week van tevoren alles op
ik plan het allemaal in, zodat jullie gewoon die week dat we gaan, dat ik weg ben, of die 2 weken dat ik weg ben eventueel, dat ik voor jullie video's heb. Dus niet dat jullie niet hoeven te kijken. Ik blijf gewoon kijken en dan ben ik benieuwd hoeveel abonnees ik heb als ik terug thuis ben. Stel dat ik er dan iets van nu heb, 120, hartelijk dank daarvoor. En stel dat ik dan terug thuis kom, dat ik misschien 200 of zo binnen krijg. Maar voor hetzelfde geld heb ik rond maart 200 abonnees of rond april 200 abonnees. En dan gaan we steeds hoger, hoger, hoger. En dan loopt dat helemaal goed. We hebben er nu nog, nee, niet 60, 80 nodig. En dan hebben we er 200. Zij er nu al 121 zijn of 122, dan hebben we nog minder nodig. En ik zie dat wij nu naar een gebied af gaan slaan, naar links, wat we nog niet gedaan hebben. Want we zijn van dan rechtdoor zijn we afgekomen. Ga je wel te snel, weer te snel bij hier. Dus, maar hier staan gelukkig geen flitspalen op het moment. Ben ik even blij om. Ik zie hier wel. Oh, ik moet hier al af. Ik zou ook, ik zie hier wel veel verkeer. Verkeer, wat de fuck. Oké, we gaan eens afslaan met dit mooie schatje. Ik volg dus gewoon een super leuk merk om mee te rijden. Ik vind het ook een heel mooi merk. Het heeft mooie vrachtwagens. Het heeft mooie... Oh, een touchpad. Touchpad werken. Touchpad werkt niet meer van mijn laptop. Nu wel. Eigenaardig. Het is gewoon soms gevoelig om met het touchpad. Touchpad is gewoon heel gevoelig. Ook een gewone muis. Ik werk met een gewone muis natuurlijk. Dat is geen ding, hè. Ik werk met een gewone muis. Nu ga ik niet met de toetsenbord, maar ik ga met een PlayStation controller. Ik heb geen stuurtje. Dat heb ik niet. Heb je een overweg? Is er een overweg? Wanneer ze in wegen werken. Mogen we nog maar 30 rijden neer? Op de bepaalde dingen is dit natuurlijk. Dat ze hier werken. Bepaalde lengtes, maar dat we zoveel mogen. Nu mogen we weer naar 70 optrekken, hoppa. 60 zegt hij. Maar als ik een bekeuring krijg en dat ik dan 70 krijg, dat snap ik niet, want er staat duidelijk, jullie hebben het gezien, er staat een wegwijzer van 70. Er staat eigenlijk een wegwijzer van 70 km per maximum. Dus dat is even, ja, dingen ze. En ja, ik denk dat we vanaf nu verder gaan met de speedboat. Zoals we gewoonlijk doen, nu mijn huisje praat. Ik ga mijn gemakje verder rijden en ik zie jullie als we aankomen in Luxemburg.
was een heel rare manier van parkeren, maar hij rekende het goed. En we hebben 45 XP extra gekregen, maar min 32 voor die aanrijding. Voor de schade. Maar we staan nu op 56.000 euro. Super is dit. En we gaan het opslaan. Opslaan. Ja. Dames en heren, dit was de aflevering. Wij gaan tot volgende week verder met een nieuwe aflevering in de kroegsvakantie. Dus tot volgende week.